Technologie in het onderwijs biedt mogelijkheden om het leerproces efficiënter en effectiever te maken. Maar vaak is de inzet van technologie in het onderwijs ook een punt van discussie. Aan de andere kant denk ik ook altijd bij die mobieltjes. Holy moly, je hebt gewoon een, een, een atlas, je hebt een, een encyclopedie, je hebt een rekenmachientje. Allemaal in je broekzak. Dat is toch als docent de, de, een heilige graal van het onderwijs wat je allemaal in kan. Het maakt docenten angstig. Niet alleen omdat ze het als een bedreiging zien, maar vaak omdat er begeleiding ontbreekt hoe je nieuwe technologie het beste kunt inzetten. Ik kom wel eens op scholen in het VO, voortgezet onderwijs, waar ze dan zo'n oude stoffige kast met allemaal laptops hebben die, waarvan niemand eigenlijk weet wat ze ermee moeten. Denk daarbij aan AI, Artificial Intelligence en het inmiddels veel gebruikte en zeer populaire ChatGPT. Er is nu AI? Oké, okay, we moeten het als een malle implementeren in de praktijk, want het is er. Ja, maar dan gaat het fout. Wat zijn de voordelen van deze slimme tools? Hoe kunnen ze docenten juist ondersteunen en leerlingen helpen op een vernieuwende manier te leren? Daarover praat ik met Barend Last. We moeten ook niet vergeten dat omgaan met digitale dingen een emotionele aspecten met zich meedraagt. Hij is schrijver, spreker, docent en onderwijsmaker met een sterke focus op ontwikkeling, innovatie en technologie. Je kunt niet zeggen technologie maakt het onderwijs per definitie beter. Sterker nog, ik kan een heleboel voorbeelden bedenken waar het juist aan verrechts werkt. We bekijken beelden hoe ze hier in Zweden mee omgaan. Ze heeft ook de negatieve effecten van purely digitale lessen. De kinderen lezen meer Ze hebben een kleiner vocabulaire en begrijpen minder van wat ze lezen. Hoe docenten soms achterlopen als het om techniek gaat. Het moet natuurlijk ook heel erg irritant zijn als de gemiddelde oude gast met een onderwijsbevoegdheid leerlingen veel sneller met apparatuur om ziet gaan dan zij ooit zouden kunnen. En of het gebruik van ChatGPT nu vals is of niet? Het is eigenlijk een toevalstreffer. Want het gebeurt wel vaker dat een leerling iets schrijft waarvan je denkt: Nou, dit klopt niet helemaal. Of dit heb je waarschijnlijk niet zelf gedaan. En dan kijken we of de plagiaatscanner iets zegt. Ik vind het sowieso schadelijk om dat vanuit dat fraude narratief te redeneren. We moeten onszelf eerder de vraag stellen: waarom zou een leerling. Zijn essay of opstel door AI laten genereren. Is dat luiheid? Is het desinteresse? Is het onkunde, onwetendheid? Dat vind ik een veel interessantere vraag dan meteen proberen het helemaal in te dammen. Education. Education. education is the most powerful weapon that you can use to change the world. Barend, welkom. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over technologie in het onderwijs. Wat versta je onder die technologie, waar het onderwijs mee te maken heeft? Ik denk, gelijk, een hele terechte, goede vraag. Um, technologie is eigenlijk uh, een hulpmiddel: een hulpmiddel om een doel te bereiken. Dat kunnen methoden zijn, dat kunnen processen zijn, uh, allemaal om een doel te verwezenlijken. En in het geval van onderwijs gaat het dus om goed onderwijs te verzorgen. Nou, als je hem volgens die definitie uh, pakt, dan kan het dus zowel gaan om de stoel waar je op zit, uh, als om de verf op de muur, maar ook over natuurlijk smartphones, digitale middelen, papieren, boeken. Alles wat we gebruiken om de leerervaring van leerlingen en studenten te verrijken. Oké, okay. maar die technologie, dat kan positief en negatief zijn. Ja, ja het is in zichzelf dus niet per se... Uh, beter of slechter. Je kunt niet zeggen, technologie maakt het onderwijs per definitie beter. Sterker nog, ik kan een heleboel voorbeelden bedenken waar het juist aan verrechts werkt en waarbij het onderwijs uh, minder goed wordt. Of dingen in de samenleving net zo. Ik kom uit Maastricht en daar hebben we een milieupark waar ze een paar jaar geleden gedigitaliseerd hebben. En uh, dus veel meer technologie zijn gaan gebruiken. Nou, vroeger moest ik daar gewoon één keer inrijden, kon ik mijn spullen weggooien. Ik reed weer weg en ik rekende af. Nu moet ik telkens. Per onderdeel wil ik weggooien. Een matras, hout, een afvalzak. Milieustraat. Ja, milieustraat. Ja. Moet je uitrijden. Ja. Moet je opnieuw betalen. Um, moet je weer opnieuw inrijden. En dan moet ik dus drie keer heen en erin en eruit. In plaats van één keer. Voor de gemeente ongetwijfeld een verbetering. Voor mij als gebruiker geen verbetering. En zo is het in onderwijs ook heel vaak. Dus mijn idee bij technologie is... zie je het niet alleen als digitaal. Het gaat ook om analoge dingen. En zie je het niet als per definitie een verbetering. Dat klopt. Laten we eens Yeah. Een ja. School in the southern Swedish town of Hörbo. First thing as the school day begins, pupils turn in their phones. In Sweden, many fourth graders have smartphones. So Madeleine Sevidsson collects them every morning. The first class of the day is math, and today the teacher has a surprise. Today, you're getting your first real math book. Cool, no? I wanted to give it to you now so you can take your time looking at it. Go ahead and browse through, it's brand new. These are the first printed books that children have been given after nearly four years in this class. Until now, they have worked almost entirely with laptops and math. It doesn't take long before they begin noticing differences. There are more descriptions than on the laptop. What might be harder is that now we have to read ourselves. Before, the computer read the exercises aloud for us. It's better with the books because the computer always freezes. But I have trouble writing, so it'll be harder for me because now I have to write everything by hand. Turning real pages again. In Sweden, many classrooms are slowly embarking on this reversed course. For years, even primary school pupils were taught almost exclusively digitally. Just five years ago, the Education Ministry issued national guidelines recommending digital teaching aids like laptops or apps rather than books. Juanette Vilberg is the second teacher today. She's also noticed the negative effects of purely digital lessons. The children read more slowly. They have a smaller vocabulary and understand less of what they read we think it's because we have taught too much with digital means. I think the problem with digitization in Sweden is that it has very much been top down. Many teachers protested against it, but they didn't feel they were heard. I believe that you should only use digital teaching materials with older children. According to brain research, young children shouldn't be exposed to screens at all. Student 610 demonstrates this naturally. The computer is freezing again. So he gets the exercise from the book. <laughs> ik moet je zeggen, vooral het beginstukje. Ik zit er voor een beetje met ongeloof naar te kijken. Met name dat, dat er wordt gepresenteerd van. Dit is je eerste wiskundeboek. Ja. Denk ik, je eerste wiskundeboek. Dus dat andere wiskundeboek of boek, dat bestond wel, maar in de vorm van een computer of een tablet. Kennelijk. Ja. Ja. Ik vond het ook wel erg geestig dat die dame aan het vertellen was dat ze terug moest, uh, wilde gaan naar boeken. En dat ze voor een kast stond met uh, wel 200 boeken. Absoluut. <laughs> yeah. nee, ja, wat dit filmpje heel mooi illustreert is dat digitalisering kan doorschieten. En uh, ik denk dat, uh, dat dat ook iets is wat we in Nederland ook uh, voorbij zien komen. Het gevaar is alleen dat je, als je dat helemaal terugdraait, zoals het hier lijkt gepresenteerd te worden, bijvoorbeeld: oké, okay, computers eruit en alleen maar boeken erin, dan uh, gooi je mogelijk het kind met het badwater weg. En dat zie je ook wel als, in de vele reacties op uh, wat Zweden hier heeft uh, gedaan of wil doen, dat uh, men daar toch de nuance op, 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 uh, voor opzoekt. En die dame op het laatste doet dat ook. Die zegt: Nou, idealiter ga ik voor een combinatie. En dan kom je eigenlijk in een blended variant terecht... waarin je ja, de, de digitale wereld benut voor waar het beter werkt... daar dan voor het fysieke en vice versa. Ja, ze geven het daar ook aan, die, 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 die lerares, die dame die zegt... ze begrijpen niet wat ze lezen. Ja. En wat is dan de samenhang met lezen in een boek en ja. lezen op een scherm? Ja, dat is best wel veelvuldig onderzocht. En uh, je moet daarbij onderscheid maken tussen het doel van het lezen... Uh, en het medium waarop je het leest. Nou, er zijn nogal meer factoren die meespelen. Maar het doel van het lezen, als je echt wil lezen om te leren en informatie, dat die beklijft, zeker als je jonger bent, dan is het beter om dat van, van papier te doen. Uh, dat heet verschillende oorzaken. Um, digitaal zit natuurlijk ook uh, uh, veel afleidingen bij. Als jij uh, op allemaal appjes, allemaal notificaties binnenkrijgt, ja, dan kun je niet heel veel opslaan. Daar zitten ook weer voordelen aan het digitale. Je kunt dingen opzoeken, je kunt doorklikken, noem maar op. Uh, maar voor jonge kinderen is het vaak beter voor dingen te leren en op te slaan om dat te lezen. Dat is een beetje de conclusie van dit filmpje. Ze zeggen ja. ook digitaal leuk voor oudere kinderen vanaf een bepaalde leeftijd. Daarvoor laten we het maar bij de papieren ja. methode houden. Ligt wel iets genuanceerder dan dat. Want nu lijkt het een beetje alsof je alle schermen moet weren voor kleine kinderen. Dat, dat is niet zo. Mm -hmm. Het kan ook andere doeleinden hebben. Maar ik denk voor bijvoorbeeld om, om goed te leren lezen, um, zou ik zeker met jonge kinderen met, met papier werken. Misschien ook een combinatie met schermen. om daar wel mee te leren werken, maar niet hoofdzakelijk. Uh, voor oudere kinderen, zeker als je wat ouder wordt... ga je ook op andere manieren lezen. Bijvoorbeeld nieuws lezen, scannend lezen, voor, voor entertainment lezen. Uh, en dan blijkt een e-reader bijvoorbeeld helemaal niet zo slecht te zijn. Sterker nog, er zijn eigenlijk geen significante verschillen... tussen lezen van een scherm met e-inkt, elektronische inkt, en papier. Ja, ja e-inkt en, en, en een iPad is een verschil, hè? Dat is echt een heel groot ja. verschil. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het formaat van het scherm... het licht van het scherm... Um, er zijn zoveel variabelen die daarbij meespelen. Uh, en dat maakt het ook heel erg lastig om het met elkaar te vergelijken. En dan wil ik tot slot nog aan toevoegen dat ik het soms ook een beetje een geforceerde tegenstelling vind. Papier of scherm, je moet kiezen. Dat ik denk, waarom moeten we nou weer kiezen? We kunnen daar ook een hele mooie combinatie van vinden. Uh, maar dat vraagt wel van ons dat we ten eerste inzichten uit onderzoek gebruiken over wat werkt wel en wat werkt niet. Heel veel van die onderzoeken spreken elkaar overigens ook tegen. Dus dat is ook wel interessant. Het is niet zo zwart-wit als dat we vaak denken. En, uh, en dat vraagt ook van ons dat we heel goed nadenken... Over, over welke taken die we leerlingen laten doen of studenten laten doen... laten we dat met papier doen en welke met, met, met een scherm... of in de digitale wereld. Ja. In Nederland is dit ook geprobeerd. Hè? De Steve ja. Jobs school, ken je dat nog? Ja, ik heb op een Steve Jobs school uh, een, een tijdje lesgegeven. Kijk, dat, ja. was, dat was... Maurice de Hond had ermee te maken... Ja. Als, als een soort van Nederlandse ja. initiator van dit project... Ja. Dat heeft ook niet echt een goede afloop gekend. Hè? Nee. Waarom niet? Nee, ik moet erbij zeggen, ik was invalleerkracht daar en ik heb het van een afstandje dus meegekregen. Ik denk dat dat hele onderwijsconcept niet goed gefundeerd was. Het was niet goed doordacht. Het idee dat je alles kan consumeren van een iPad. Uh, ja, Dat, dat was een, een, een tijdje een populair idee. Maar als je dat onderwijskundig ging onderzoeken, zat dat concept gewoon niet goed op. In elkaar, want dat vraagt ook dat je anders gaat roosteren. Dat gaat, dat vraagt van je docenten dat ze anders gaan nadenken. Dat vraagt van je toetsing van alles. Ja, en dat is toch wel de reden geweest dat het uh, niet een heel lang leven was uh, beschonken. Zou dat met die ervaring nu een langer leven uh, kunnen hebben dan destijds? Absoluut, ik denk het wel. En je ziet dat ook steeds meer. Ik kom wel eens op scholen in het VO, voortgezet onderwijs, waar ze dan zo'n oude stoffige kast met allemaal laptops hebben, die, waarvan niemand eigenlijk weet wat ze ermee moeten. Gelukkig zie je nu steeds meer dat men naar een weloverwogen inzet van ICT gaat. Er is onlangs een mooi boek uitgekomen, uh, Wijze lessen digitale didactiek. Ik moet zeggen dat ze mijn zin ze nog iets te negatief zijn over digitale middelen. Maar wat ze wel mooi doen in dat boek is dat ze laten zien wat zegt onderzoek nu eigenlijk hierover. En dan laten ze ook zien dat daar gewoon tegenstrijdigheden in zitten. Het is niet per se beter om alles met de hand op te schrijven. Het kan ook met, met digitale dingen, bijvoorbeeld notities maken. Um, Want zit daar een verschil in? Daar maar... zit een verschil in. Kijk, als je met een pen schrijft, ga je vertragen. En als je vertraagt, ben je be met je hersenen anders bezig dan wanneer je heel snel tikt. Maar wanneer je heel snel tikt en je doet dat op een bepaalde gestructureerde manier. kan dat weer juist voordelen opleveren waar je met een pen het nadeel hebt van, van vertraging. Dus het is niet zo dat het ene per se beter is dan het andere. Je mag daar voorkeuren in hebben. Ik denk ook dat we soms ook een beetje doorschieten in alles maar zo effectief en efficiënt mogelijk willen hebben. Misschien is het ook wel eens gewoon oké okay dat we niet de meest efficiënte didactische werkvorm inzetten. Omdat dat misschien iets is wat beter bij jou past. Um, of bij een leerling zou mogen passen. Dus ik, ik probeer daar wat genuanceerder naar te kijken. Het is niet zo zwart-wit. En laten we nou eens ophouden met die geforceerde keuze. Uh, alles digitaal of alles fysiek, het, de, het ligt allemaal in het midden. En je gaat veel meer zoeken welke doelen heb ik en welke middelen kan ik inzetten... om die doelen optimaal te uh, behalen binnen mijn context en mijn eigen voorkeuren. Nou, Hoe we dat kunnen doen, dan heb je het over blend learning waarschijnlijk. Ja. Komen we later op. Ja. Uh, laten we eerst even kijken naar, naar de rol van de mobiele telefoon in het onderwijs. Ja. In 1998 heeft uh, documentaire en filmmaker Frans Bromet... Ja. is de straat opgegaan, daar was hij beroemd uh, om door zijn straatinterviews... En die heeft toen mensen gesproken die daar een mening over hadden, wat nou het nut van die mobiele telefoon was. Heeft u een mobiele telefoon? Nee, nee, nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want uh, ik word toch niet uh, gebeld. Ben je op de fiets en dan word je gebeld? <laughs> ik heb een gewone telefoon, waarvoor moet ik een mobiele hebben. Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Of ik dien dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens. Uh, onderweg als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen vind ik niet nodig. Ik zie het niet zo zitten zo'n mobiele telefoon. Kun je niet meer voorstellen? Zo briljant is het. Dit dit is briljant, ik vind het echt briljant. Ja. Het, het is zo het is zo goud eerlijk hoe zij reageren en het laat uh, 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 het, je, er zijn zoveel parallellen te trekken met allemaal andere technologieën die we krijgen. De eerste reactie van wat moeten we er nou eigenlijk mee denken? Denk nu aan kunstmatige intelligentie. Nou, Steve Jobs die zei altijd van, van het publiek weet niet wat hij nodig heeft. Ja. Ik ga jou geven wat jij nodig hebt. Ja. En, en zo is het eigenlijk een beetje gegaan. We kunnen het nu niet meer, uh, ons leven niet meer voorstellen zonder eigenlijk. En de, dat, dat brengt ook allemaal negatieve dingen met zich mee. Hè? En zeker in het onderwijs. Ik, uh, ik denk dat het goed is dat we in Nederland... nu vanuit de overheid hebben gezegd... Uh, die, die mobieltjes zijn niet nodig in de klas... tenzij ze een didactisch doel dienen. En dan kom je weer terug op dat doel hè, van technologie... Uh, die mobieltjes zijn veelal gemaakt om onze aandacht weg te snoepen. Aan de andere kant denk ik ook altijd bij die mobieltjes... holy moly, je hebt gewoon een, een, een atlas, je hebt een, een encyclopedie... je hebt een rekenmachientje, allemaal in je broekzak. Dat is toch als docent de, de, een heilige graal van het onderwijs... wat je allemaal in je kan. Maar, ja, ja, maar ook wel verwarrend. Ja. Ik kan me voorstellen als jij dat in boekvorm bij elkaar hebt liggen... dat je dan veel meer kunt focussen dan al die dingen... die vaak ook nog tegelijkertijd openstaan. Ja. Ja, dat is, het is gewoon gemaakt om, uh, om je aandacht vast te houden. En ik denk dat we kunnen, dus, wel digitale devices goed gebruiken in het onderwijs. Of dat nou een smartphone is, of een iPad, of een, of een laptop. Maar we moeten er rekening mee houden dat die dingen. Ook kunnen afleiden. En daar zit het risico in. En daarom denk ik dat als je niet een les gaat geven over smartphones of over digitale geletterdheid. dan ja, doen ze dan gewoon in, in een telefoontas. Maar zou het dan niet een oplossing zijn. als je zegt. er gaat, komt te veel tegelijkertijd op dat apparaat binnen die jouw aandacht vragen. om daar iets, een, een soort digitale schil. Om, om te bouwen. dat op dit moment uh, alleen maar die apps openstaan. die je voor onderwijs uh, nodig hebt. En de ja. rest houdt zijn mond. Ja, dat zou mooi zijn. Ik denk dat als we dat voor elkaar kunnen boksen, waarom niet? Dan scherm je het af. Ik heb bijvoorbeeld, toen ik bij de Universiteit Maastricht werkte, hadden we een computerzaal waarin je met een systeem, een soort uh, op, een, op het hoofdsysteem, alle schermen kon kapen. Dus je kon echt zelf bepalen welke tools zijn wel beschikbaar... wat wil ik dat iedereen nu even ziet... en nu mogen ze zelf even op het internet. En dan hou je de regie. Maar als je allemaal een eigen smartphone hebt... die ze allemaal hebben volgeïnstalleerd met apps die ze leuk vinden... die ik niet kan bedienen, ja, dan heb je een probleem. Dus ook hier weer moeten we ervoor waken dat we niet zeggen... oké, okay, digitale devices, allemaal uit de klas. Nee, ze kunnen een didactisch doel hebben. Als je, als je zo'n schilder omheen bouwt al helemaal, dan heb je de regie. Maar heb je dat niet... Ja, dan is het soms toch wel heel lastig om de aandacht vast te houden. Ik ben nog steeds van mening dat ook dan je een les zo interessant kan maken... dat een leerling die mobiel, mobiele telefoon gewoon links laat liggen. Maar dat vraagt wel heel veel van de didactische kwaliteit van, van de leraar. Heb ik in praktijk nog niet gezien. Nee? Jij wel? Ik heb ze wel gezien, jouwe. ja hoor. Jazeker. Nee, ik denk dat, uh, dat er ook een heleboel scholen zijn... die uh, het onderwijs zo interessant maken... dat die leerlingen gewoon die mobiel links laten liggen. Dat is een ideale situatie. Zo ja. zei, maar dat vraagt natuurlijk ook heel veel van die onderwijzer zelf. Nee, daarom. En dat is het moeilijke daaraan. Um, wij, overigens, ook zelf. Als ik naar een congres ga en ik geef een sessie, er zitten er altijd mensen op hun mobiel uh, de, de, de dingen te doen die misschien, niks met mijn sessie doen. Misschien te maken. filmen ze jou wel. Ja, ze precies. denken dit is verdomd interessant. Ja, dan kom ik voor. Uh, ik, ga ik viral op YouTube. Nee, dus ik snap het punt, hè? Want het is, het is ontzettend moeilijk om het onderwijs zo boeiend te maken dat het boeiender is dan die dopamine-shots die je krijgt van je smartphone. Precies. Dus, dus daar moeten we ook realistisch in zijn. En dan denk ik, nou, dan is het makkelijk om het gewoon even in de telefoontas te leggen en, en op die manier de focus uh, bij te houden. Maar wat vind je dan van, van die Amerikaanse uh, telefoonpoutjes? Ja. Want van die tasjes en dat hangt dan ergens aan een muur als een soort van, ja, een soort schoenentasrek. En dan moeten die leerlingen dat ingooien. En, en heel veel Amerikaanse onderwijzers uh, en onderwijsvernieuwers, die, ja, geven dit aan van dit is de oplossing. Maar is dat niet een beetje kort door de bocht? Van we stoppen het telefoon, stoppen we in een tasje en dan is hij weg. Dan hebben we de, is, hij, is het veilig? Ja, ik, ik denk. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik hier niet super veel kennis over heb, dus alles wat ik zeg doe ik een beetje op basis van gut feeling, zeg maar. Uh -huh. Maar um, ik heb toch het idee dat als ik, als, als ik in zo'n ruimte zou zitten en ik zou weten dat mijn telefoon daar aan de muur hangt, dat er toch iets met, met, met mij zou doen. Versus dat dat ding gewoon thuis ligt of ergens in een kluis ligt opgeslagen en ik, ik kan het aan het einde van de dag ophalen. Maar dat is een vermoeden. Daar hebben ze ook nog van die poutjes, er zit een soort zilveren folie in, waardoor die signalen niet meer opvangen. Dus je hoort hem ja. eigenlijk ook niet meer trillen of dingen doen. Dat ja, is dat is, de, is wel echt idee. belangrijk. Dat ja. je die afleiding gewoon niet hebt. En dan, en dan ben ik dus wel voor om dan een, bijvoorbeeld zo'n laptop uh, te hebben, die dus is afgeschermd. Waar gewoon educatieve apps op staan. Prima, pak ze er maar bij. In plaats van dat iedereen een Atlas pakt, pak je, pak je zo'n laptop. Maar dan moeten ze wel goed werken. Ik heb zelf tabletonderwijs geïmplementeerd ooit in het basisonderwijs. En ik weet nog, ja, ik was een van de pioniers in die tijd, dat is alweer een jaar of tien geleden. Um, maar soms was ik gewoon een kwartier bezig met het opstarten van al die, al die tablets. En de eentje was de batterij leeg. En dan, nou ja, dat was gewoon gedoe. Dus, dat was niet met een uh, 14K4 modem nog? Nee, absoluut niet. Verre <laughs> van. Dus uh, <laughs> je bedoelt dat hij zo gaat invullen, ja. Nee, maar dus... En daarin zie je ook dat waarom, is die waarom gaat die digitalisering zo vaak fout? En dan heb ik het niet alleen over de smartphones, maar ik heb het over alles digitaal. Dat komt omdat we nog eigenlijk niet aan de randvoorwaarden voldoen om het optimaal te gebruiken. Ze werken niet goed, de wifi doet het niet goed, en ze starten te langzaam op, de ene app doet het weer niet. Ja, en dan krijg je allemaal negatieve ervaringen. Ja, en dan ga je op een gegeven moment zeggen: Nou weet je wat, ik ga lekker terug naar boeken, want daar heb ik die problemen niet mee. En ik denk dan: Ja, je hebt gelijk, alleen. Gooi nou niet alles gelijk weg, want er liggen wel degelijk kansen. Laat staan dat we ook onze leerlingen moeten opleiden om ermee op te gaan. Eh, om, om ermee om te gaan bedoel ik. Dus um, ja, ik probeerde ook daar een beetje het, het midden op te zoeken. Um, door wel te erkennen, digitalisering moet je niet zo als doel op zich stellen. Maar het moet een bepaald soort doel dienen. En om dat te bereiken moet je wel aandacht schenken aan de randvoorwaarden om daar te komen. Ik heb nu bij twee middel, um, hogescholen of universiteiten bedoel ik... Een digitaal leersysteem geïmplementeerd. Ja, en dan kom je er na een jaar achter dat de meeste mensen het maar mondjesmaat gebruiken. Maar wat doet dat digitaal leersysteem dan? Waar is dat voor gemaakt? Dat is dan een systeem om een online cursus in aan te bieden. waarin je dus je materialen kan vinden, kan communiceren, opdrachten kan inleveren. Een dat soort e-learning eigenlijk? Ja, een ja, e-learning is, is meer op content gericht, op inhoud. Uh -huh. Je noemt het een leermanagement systeem. Dus daar vind je dan je cursus in, daar staan je deadlines in, daar staan je toetsvormen in. Nou, en daar kan je dus ook allemaal interacties aangaan op een forum, een quiz maken, dat soort zaken. En dan zie je eigenlijk dat zo'n systeem vooral als PDF-boekenkast gebruikt wordt. Waarom? Niet omdat het systeem niet werkt, maar omdat we nog niet aan die randvoorwaarden hebben voldoen. Leraren weten niet hoe ze ermee moeten werken. Het werkt niet altijd even goed. Ja, dat zijn dan wel problemen uh, die ervoor zorgen dat digitalisering een slechte reputatie krijgt. Maar dit is dan weer de, de meest simpele oplossing: die PDF-boekenkast? Dat is de meest simpele oplossing, ja. ja. Maar zit daar nou de meerwaarde van digitaal? Dan zou ik zeggen, ga dan lekker terug. Dat is voor ook. mij niet echt digitalisering. Nee, dat is niet nee. digitalisering. En da dat zie je dus heel vaak. Digitalisering wordt heel vaak gezien als een vervanging van wat we fysiek doen. We hebben een fysiek boek. Oké, okay, weet je wat? We gaan hem digitaal aanbieden. Precies. Zit daar nou de meerwaarde van het boek? Ik denk het niet. Nee. Een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld... Stel je voor dat jij de... Uh, nou, de, de, de baan van de maan rondom de aarde uh, wil je een les over geven. En je hebt dat in een boek en een tekst, je gaat dat samen lezen en je gaat er opdracht over maken. Kunnen we ook digitaal doen? Maakt dat de les beter? Denk het niet. Wat wel de les beter zou maken is als ik jou een VR-bril op laat zetten. En jij kunt die baan van die maan helemaal om je heen zien. En je mm -hmm. mag dat manipuleren. Je mag daar dingen aan doen om te ervaren hoe dat is. Dat kan ik niet met een boek voor elkaar krijgen. Daarvan denk ik dan. Dat is echt een, een meerwaarde ten opzichte van het boek. Maar als je daarover uh, over doorgaat en daarover doordenkt, moet die innovatie qua digitalisering in het onderwijs moet die dan wel uit het onderwijs komen? Als ik het vergelijk met bijvoorbeeld de innovatie in de hotel of, of eigenlijk tegenover de hotels, de, de Airbnbs, de Ubers, de taxi-industrie, uh, thuisbezorgd, komt allemaal niet uit de industrie zelf. Allemaal mensen van buiten met tech-startups. Die dachten van ja, dat kan anders, maar het kwam niet vanuit die mensen zelf, want die konden die vertaalslag niet maken. Goeie vraag. Moet de innovatie vanuit het onderwijs zelf komen? Kijk, wat is innovatie? Voor mij is in de kern innovatie niet flashy en nieuw, maar beter en anders. En beter en anders is voor iedereen in, in, in hun eigen context ook weer anders. Toen ik ging lesgeven op mijn eerste basisschool vond ik het heel normaal om al mijn leerlingen bij binnenkomst een hand te geven. Mijn andere collega's vonden dat raar. En die vroegen mij: waarom doe je dat? Ja, in die twee seconden weet ik hoe de vlag erbij hangt. Aha. En toen zijn sommigen van hen dat ook gaan doen. Voor hun was dat innovatie. Innovatie is gedragsverandering. En wat we nu heel vaak zijn gaan doen, is innovatie gelijk gaan stellen aan digitalisering. Oké, okay, er is nu AI. Oké, okay, we moeten het als een malle implementeren in de praktijk, want het is er. Ja, dan gaat het fout. Ik begrijp me niet verkeerd, ik ben een groot voorstander van digitalisering, maar wel op een goede, doordachte manier. En ook die digitalisering, die PDF-boekenkast waar ik het over had, om tot een ander gebruik van die digitale leeromgeving te komen, moet de docent iets anders gaan doen. Het systeem faciliteert het allemaal wel, maar de docent moet zijn gedrag gaan veranderen. En wat er nu vaak gebeurt is... we storten gewoon nieuwe tools en nieuwe producten op de markt af. En dan hopen we dat het gaat veranderen. Maar dat, dat gebeurt natuurlijk niet. Nee, maar je, moet je mensen dan niet docenten gaan scholen... in het gebruik ja. van die systemen? Mega, mega. Maar waar haal je de tijd vandaan? Dat is natuurlijk nummer één, barrière. Ja. Elk onderzoek onderstreept dat. Dus ik denk... Um, ik kom dan bij een school en dan staat er in de visie... wij gaan digitaliseren. Nou, dan denk ik, oké, okay, wat, wat betekent dat dan? Nee, we kopen 100 laptops. Die geven we aan al onze leerlingen. En dan gaan we daar iets mee doen. En dan geven we twee trainingen aan, 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 die, aan die leraren die dat leuk vinden. En dan magischerwijs gaat het onderwijs veranderen. Ja, of we ja. kopen een methode. En dan denk ik, oh, zo, ja. we zijn safe, we zijn ingedekt. We voldoen ja. aan de voorwaarden ja. van de overheid. Maar in de praktijk... Ja. ja, precies, exact. En ook die methodemakers zitten ook zo van... ja wat moeten we nou eigenlijk digitaal doen en wat moeten we fysiek doen? En... Ik denk dat um, de scholen die het voor elkaar krijgen om digitalisering echt een plek te geven, ja, die, die gaan veel meer eerst terug naar wat is eigenlijk onze visie op onderwijs en, en hoe willen we dat vorm gaan geven. En die geven professionalisering van hun docenten ook niet vorm met een training hier en een training daar. Dat is namelijk heel erg aanbod gestuurd, zie je heel veel. Dan komt er een, een. ik word er wel eens gevraagd om op een studiedag een sessie te doen en dan, dat was het dan. Terwijl we weten uit onderzoek, als je een leraar echt wil bijscholen, ja, dan moet je die gaan faciliteren om zelf te gaan experimenteren. En dan krijg je professionele leergemeenschappen. Dan krijg je lesobservaties bij elkaar. Maar is er dan ook een soort afweer vanuit die onderwijzerscommunity tegenover die nieuwe methode? Natuurlijk, ja. Tegenover uh, digitalisering al ja. helemaal. Omdat, um, Waarom dat... dit, dit, wat de boeren uh, niet kent, vreet hij niet? niet, 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 niet dat? Onbekend maakt onbemind. Ja. We weten ook dat als jij gebrek aan zelfvertrouwen hebt in dat je het kan, dat je er geneigd bent om, om in de weerstand te gaan. Um, wat zijn factoren die docenten wel over de streep halen? Nou, dat ze, dus een, dat ze de complexiteit inschatten als dat kan ik. Dat ze het kunnen afkijken bij collega's. Dat de meerwaarde heel duidelijk is hè, dat, en, en dat ze het makkelijk kunnen proberen. Dat zijn eigenlijk allemaal voorwaarden om een docent aan de slag te krijgen. En dan kom je bij scholen, wordt niet voldaan aan, aan, die, aan die voorwaarden. Uh, maar het wordt wel door een strot geduwd. En dat werd ook wel in het filmpje gezegd van Zweden. Als je te veel top-down gaat digitaliseren. en je zegt als stichting met 26 scholen. jullie moeten nu allemaal met deze tool gaan werken. ja, dan vraag ik me af of je niet hetzelfde krijgt als bij het Milieupark. of het niet in sommige plekken averechts gaat werken. En da dan snap ik dat mensen weerstand krijgen tegen digitalisering. Maar toch blijf ik dan wel zeggen. geef niet de digitalisering de schuld. maar geef de implementatie de schuld. Het is niet goed doordacht. Oh, is het. Laten we even teruggaan waar we het net over hadden: de mobiele telefoon, ja. maar dan vanuit een humoristisch standpunt met een scène uit de tv-show van Arjen Lubach. Want vandaag is het afgelopen met mobiele telefoons op school. Gewoon helemaal geen smartphones meer in schoolgebouwen. Ja, je hoort het goed. Of je hoort het half omdat je intussen ook op je telefoon zit. Weg met dat ding. Of als je dit kijkt op je mobiel over tien minuten, weg met dat ding. En natuurlijk, eh, smartphones zijn geweldig. We hebben ze nu 15 jaar en je verveelt je niet meer. Je verdwaalt niet meer. Je kunt privacygevoelige informatie veel makkelijker kwijt aan Amerikaanse en Chinese techbedrijven. Ja. Het is fantastisch. Maar niet op scholen want op scholen zijn mobieltjes gewoon aandachtsgeile verslavingsbommen die ons hele onderwijs naar de tering helpen. Want kijk, leerlingen worden steeds slechter in taal en rekenen, maar ondertussen laten we ze de hele dag rondlopen met een apparaat dat er alles aan doet om ze af te leiden. Leerlingen worden continu afgeleid door een tsunami aan social media die ook tijdens de les gewoon doorgaat. Landelijk beleid is er niet, dus elke school bepaalt zelf wat te doen met al die afleiding van piepjes en bliepjes. Ja, want het zijn dus niet alleen piepjes, maar ook bliepjes. Dat vergeten mensen wel eens. En er zijn nu leraren die kijken en die denken... ho, ho, Arjen Lubach, ik heb hier al een oplossing voor... namelijk de telefoontas. Dat is uh, dit stomme ding. Ik bedoel, dat is dit ding. En daar moeten leerlingen aan het begin van de les hun telefoon in doen... en voor 500 euro de man krijgen ze hem dan weer terug. Daarom kijkt die docent ook zo vrolijk. Hè? Ja. Klas H3B is net geweest, deze jongen kan weer naar de hoeren. Nee. Kan niet. Nou, en uh, het, lijkt, het lijkt een goed systeem, maar in de praktijk wordt het niet op elke school even streng toegepast. Uh, dames en heren, de telefoon, dat allemaal natuurlijk in een telefoontas. Hè? Ik liep op de zaken vooruit hè, met de telefoontas, want in Nederland gebeurt dat dus ook. Ja, zeker, absoluut. En op heel verschillende soorten vormen en maten heb je een telefoontas, kasten, sloffen, uh, noem maar op, om ze, om ze op te bergen. En uh, inmiddels uh, ze hebben we natuurlijk ingehaald uh, door, de, door de tijd. Want er is nu wel vanuit de overheid gezegd dat scholen daar beleid op moeten maken en dat het uh, in principe verboden is tenzij het voor educatieve doeleinden wordt ingezet. Hoe jongeren er zelf over denken, daar is ook videomateriaal van, van uh, fortis for You. En dat ziet er als volgt uit. Het moet natuurlijk ook heel erg irritant zijn als de gemiddelde oude gast met een onderwijsbevoegdheid leerlingen veel sneller met apparatuur om ziet gaan dan zij ooit zouden kunnen. In de tijd dat een appje. Hoor, mij nou, een DM'tje is verstuurd, heeft een jongere al 250.000 keer zijn sixpack na een sessie in de gym de halve wereld rondgestuurd. Goed, alle gekkigheid op een stokkie of liever op een snappy. Het is natuurlijk verwonderlijk dat de jongeren straks eventueel een meer op school zouden mogen gebruiken. En even onder ons. Ouders die achter dit idee staan, zijn ook hele grote hypocrieten. Uit een onderzoek van Ben en Panel Wizard blijkt dat ouders soms vaker op hun telefoon zitten dan hun kroost. Als reactie erop heeft Ben een campagne gemaakt waarin zijn ouders oproepen om met hun hoofd uit hun scherm te komen. Hallo, daar zit je kind, je bloed eigen kind. Je wilt toch niet dat je kind je herinnert als die ouder die altijd op de telefoon zat? Ben je er weer? Op het moment dat je telecomprovider je aanspreekt op je telefoonverslaving, moet er toch wel iets heel ernstigs mis zijn gegaan. <laughs> dus waarom moeten die telefoons dan de klas uit? Weet je. Natuurlijk, dat hele probleem met telefoons in de klas, daar moet je iets mee. Maar dat kunnen jullie als volwassenen toch ook wel op een verstandige manier regelen. Dat hoeft toch niet zo. Uh, nou, tom. Elkaar betichten van zwalkend beleid, bla, bla 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 bla. Wij zijn voor diversiteit. Sommigen noemen dat zwalkbeleid. Wij denken dat het helder is wanneer de ene docent graag uh, traint met uh, smartphones en de andere docent ze liever in een telefoontas heeft. Kijk, als je daar goede afspraken met elkaar over maakt, en zowel leerlingen als docenten kunnen daar goed mee overweg, dan is het zeker geen zwalk beleid, dan is het een sterk uh, beleidspunt van de school. Lijkt mij de perfecte oplossing toch? Per school het beleid bepalen en je er dan aan houden. Zo moeilijk is dat toch niet? Filmpje gemaakt door leerlingen van ja. het Fortes Lyceum. Wat vind je zo leuk aan deze? Ja, ik vind, het, ik vind het een prachtig fragment, omdat ten eerste het door leerlingen zelf gemaakt is. En ze zich ook laten zich uitspreken eigenlijk. Ik denk dat we dat wel vaker mogen doen in het onderwijs. Wat vinden leerlingen er eigenlijk zelf van? Uh, en ik vind het ook mooi dat ze een aantal dingen aan de kaak stellen... op een ja, eigenlijk satirische manier wat, van, van Lubach zelf. Waarin ze onder meer ingaan op... laat dat beleid nou eens gewoon door een school zelf bepaald worden. Nou, dat wordt gelukkig ook gedaan. Uh, deze directeur geeft ook aan dat ze daar genuanceerd naar kijken. Als een leraar zelf meerwaarde ziet, doe dat dan gewoon. Um, en wat ik, wat ik ook interessant vind, is dat ze zeggen: Ja, je kunt wel de hele tijd het probleem bij ons zoeken, maar hou eens even een spiegel voor jezelf. We zijn toch allemaal verslaafd aan onze smartphone. We weten ook uit onderzoek dat als jij de hele tijd je ouders op een mobiele telefoon ziet, ja, ga je dat gedrag gewoon kopiëren. Dus als wij onze leerlingen meer willen laten lezen, zouden we misschien zelfs wat meer moet, moet, moeten gaan lezen. En ik vind het mooi dat leerlingen, ja, even plat gezegd, de, de ballen hebben om dit op deze manier te laten zien. En er zit verderop in, de, in dit fragment ook nog een stukje waarin de, die leerlingen zeggen van ja, misschien moet je de les gewoon boeiender maken. Dan hoeven we niet naar die smartphones te grijpen. En, ja, daar zitten voor mij gewoon een paar kernpunten in waarvan ik denk van ja, verrek, daar, daar hebben ze toch wel een punt. We moeten ook naar onszelf kijken. We moeten ook kijken naar is het onderwijs wel boeiend genoeg? Uh, zodat die afleiding niet, niet nodig is. En kunnen we dat beleid nou niet genuanceerd uh, onderzoeken? In plaats maar van, zit het onderwijs ja, boeiend maken. Zit ja. dat daadwerkelijk in beleid of zit dat in de persoonlijkheid van een bepaalde docent? Ik denk uh, allebei. Ik denk dat we allemaal, als we terugdenken aan een inspirerende docent, allemaal meteen iemand voor de geest kunnen halen die ons wist te raken met hoe, die, hoe hij of zij dat dan wist te brengen. Uh, aan de andere kant denk ik, om, en onder beleid pak ik dan even, dat interpreteer ik even breed. Denk ik ook dat we zeker in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld te maken hebben met een heel strak curriculum op heel veel scholen. Uh, waarin je toch leerlingen krijgt die vragen, is het voor een cijfer, uh, moet ik dit weten voor de toets, omdat het toetsysteem daar ook uh, natuurlijk heel veel op die prestatie uh, richt, waardoor we een keurslijf hebben gecreëerd waarin leerlingen school saai zijn gaan vinden. En als je iets saai vindt, ga je zoeken naar afleiding. Dus ik denk ook wel dat we ook serieus moeten kijken naar onszelf als leraren, hoe kunnen wij die lessen interessant genoeg maken, uh, dat we de aandacht vasthouden. Uh, en tegelijkertijd onderzoeken welke rol kan digitalisering en technologie daarbij spelen. Dan komen we eigenlijk op de volgende stap in technologie, namelijk op artificial intelligence. Ja. AI. Heel veel om te doen. Niet alleen in het onderwijs, maar ook in, in de rest van de wereld. En een, een hoop angst aan, 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 aan door media onder andere. Wat, wat je ziet is toch altijd een hoop negativiteit. Uh, ik zie heel veel in het nieuws bijvoorbeeld. Uh, ja, de opvolger van eigenlijk, je krijgt een appje van, van, van je zoon of dochter van, uh, ik heb een andere telefoon, blablabla. Bla, bla. Nou, de nieuwe versie is, jij wordt gebeld door de stem van je kind die zegt, ik ben in nood, maak alsjeblieft even duizend euro over. En ouders die daar dan zogenaamd massaal intuinen. Nou vind ik dat een beetje een, een hoax, want technologisch uh, kun je teksten, je kunt de stem klonen. Maar je kunt een stem, uh, dan heb ik wel, bijvoorbeeld als, als jij in paniek bent, heb ik bronmateriaal nodig dat jij in paniek bent en schreeuwt. Dat haal ik niet uit, uit een podcast of uit een, uit een spreekbeurt van jou. Dus er, het, het, er ligt een nuance van wat kan. En mensen zijn in paniek. Ja. Geldt dat ook voor AI in het onderwijs? Ik denk het wel. Ik vind het mooi dat je het een beetje nuanceert. Hè? Het is, het is uh, nog allemaal niet zo goed dat je het echt allemaal zo kan klonen en met alle emoties en zo. Tegelijkertijd is het wel al zo goed dat mensen er kennelijk in in sommige gevallen. Um, in het onderwijs zeg ik altijd, we moeten er iets mee. Maar met moeten bedoel ik dan dus niet uh, er al wat licenties tegenaan gooien... en allemaal aan de slag met, met al die allerhande AI-tools. Dat is de makkelijke weg. Dat is de makkelijke weg. En dan krijg je eigenlijk weer hetzelfde als met die laptops. Ja, niemand weet wat hij er eigenlijk mee, mee moet doen. En het heeft negatieve effecten. Totdat we dan uiteindelijk AI misschien gaan verbannen uit, uit school. Ik denk dat onder we moeten er iets mee valt, uh, ho even pauzeknop indrukken en nadenken... wat betekent dit voor ons onderwijs? Leerlingen en studenten hebben hun weg gevonden... naar tools zoals ChatGPT. Je ziet het in de data. Um, je kunt het niet met zekerheid vaststellen. De detectietools werken niet. Dan is natuurlijk de eerste reactie... net zoals die mobiele telefoons... van ja, uh, een beetje van weerstand. Wat, wat moeten we hiermee? Um, er ontstaat ook snel een fraude-narratief. Zo van, de leerling kan hiermee frauderen... of de student kan hiermee frauderen. Dat moeten we voorkomen. Dus we gaan dat indammen... Dat is overigens wel een leuke parallel te maken met in de middeleeuwen. Eh, toen de potlood en papieren schaalbaar werden, uh -huh. toen eh, waren er docenten op sommige universiteiten niet zo blij mee als hun studenten gingen meeschrijven tijdens het college. Want die waren bang dat dat dan na de colleges verkocht kon worden en dat ze dan werkeloos achter zouden blijven. Dus was het soms verboden om mee te schrijven tijdens die colleges. Dat vind ik altijd een prachtige parallel met, met nu AI. Uh, maar denk ook aan het rekenmachine, wat, uh, wat ooit natuurlijk uh, enkele decennia terug is geïntroduceerd. De eerste reactie is opnieuw onbekend maakt het moment. Wacht even, hier wil ik niks van, van weten. Maar we hebben nu te maken met een technologie die zo disruptief is, in die zin dat het onderwijssysteem eigenlijk dwingt om te veranderen. Hetzelfde zoals we vroeger videotheken hadden, nu niet meer, omdat we alles streamen. Zo ja, zoals Netflix begonnen. Hè? Ja, zoals Netflix begonnen precies. <laughs> uh, hebben we nu eigenlijk AI die ons dwingt om onze oudere, traditionelere toetsing. Het toetsingsparadigma eigenlijk tegen het licht te houden en te veranderen. En dat is voor sommigen moeilijk. Je noemde het net al detectie tools. Ja. Ik heb zo nog een leuk filmpje van de Telegraaf over ChatGPT. Uh, maar die detectie tools, dat vind ik ook wel een dingetje. Want ik, ik heb het zelf geprobeerd. Hè. Uh, drie dochters die willen eens om hulp vragen. En ik heb ook wel gezegd van nou, probeer dat ChatGPT, misschien helpt dat je. En dan is hun vraag, maar kan de onderwijzer dan zien dat ik het heb gebruikt? Nou, uh, toen ging het verhaal rond van. De output van het systeem, van de vraag die je hebt gesteld, die stop je terug in ChatGPT met de vraag van: heb jij dit geschreven? Nou, eigenlijk was dat altijd zo. Dus ja, dat heb ik geschreven. En dan denk je, nou oké, okay, ik val door de band, moet ik misschien niet doen, een beetje herschrijven. Maar anderen zijn er een veel verder gegaan. Die hebben bijvoorbeeld de Amerikaanse Grondwet erin gestopt in ChatGPT. Nou, die is gemaakt in 1787. En wat zei ChatGPT, Ja, heb ik geschreven. Ja. Dan vraag ik me af, hoe ver is die controle tool. Ja. Dan nog enigszins betrouwbaar? Niet. Helemaal. Dat blijkt. Nee. Het is ook echt. Uh, de, dus bij deze aan alle docenten die op deze manier proberen vast te stellen. of een tekst door AI geschreven is. door het te vragen aan ChatGPT. doe het niet, het is een illusie. ChatGPT houd je gewoon voor de gek. Het is namelijk niet gemaakt om zoiets te kunnen vaststellen. Dus het hallucineert gewoon. Het bedenkt gewoon antwoorden om maar menselijk te klinken. Dan heb je nog wel speciale tools die daarvoor gemaakt zijn om het vast te stellen. Die gebruiken dan bijvoorbeeld um, algoritmes om te kijken of een schrijfstijl consistent is of niet. Uh, of dat het bijvoorbeeld um, um, statistisch te repliceren is. Er zijn allemaal bepaalde methoden voor. Maar structureel blijkt uit onderzoek naar onderzoek die zijn niet helemaal waterdicht. En als je nou twee of drie zinnen omschrijft in een andere volgorde, wat dan? Sterker nog, er is zelfs een website die heet undetectable.ai. Klopt. En als je daar jouw door AI geschreven tekst in invoert, maakt die andere AI een menselijke en dan komt hij door elke scanner heen. Toen ik dit laatst aan een groep van 200 leerlingen liet zien... kregen ze ogen zo groot als kokosnoten. Jij was de held van de avond. Ik was de held van de avond. Ja, van de middag was het. Maar, maar inderdaad. En ik denk dus ook dat, um, dat we daar niet op moeten inzetten. Ik vind, het een, ik vind het sowieso schadelijk... om dat vanuit dat fraude-narratief te redeneren. We moeten onszelf eerder de vraag stellen... waarom zou een leerling zijn essay of opstel door AI laten genereren? Is dat luiheid? Is het desinteresse? Is het onkunde, onwetendheid... Dat vind ik een veel interessantere vraag dan meteen proberen het helemaal in te dammen. En gelukkig zie ik op heel veel scholen leraren en docenten hier nu echt uh, terug naar die tekentafel gaan en nadenken: hoe kunnen we dit een goede plek geven? Want het is hier, het gaat niet meer weg, we moeten er iets mee. Laten we eens kijken naar het filmpje van de Telegraaf. Ik ben onderweg naar een docent Nederlands. Want zij heeft leerlingen ontmaskerd die via de nieuwe zoekmachine ChatGPT een opstel hebben geschreven. En nou ja, dat mag niet natuurlijk. Zij heeft ze ontmaskerd. Maar wat is ChatGPT ook alweer? Kunstmatige intelligentie die echt gericht is op hoe mensen taal gebruiken. En dus ook heel gebruiksvriendelijk kan antwoorden. Gewoon alsof je echt met een vriend aan het chatten bent die je gewoon dingen uitlegt. Gefeliciteerd. Je hebt die yogi's die dan te pakken eigenlijk. Hè? Ja, het was een meisje eigenlijk. Maar, uh, <laughs> maar dankjewel. Ja. Ja, eigenlijk heb ik een keer gewonnen. Het was eigenlijk een toevalstreffer, uh, want het gebeurt wel vaker dat een leerling iets schrijft waarvan je denkt, nou dit klopt niet helemaal. Uh, of dit heb je mm. waarschijnlijk niet zelf gedaan. En mm. dan kijken we of de plagiaatscanner iets uh, zegt, nou dat was in dit geval helemaal niet aan de orde. Uh, maar toevallig had ik een artikel gelezen over chat GPT. Mm. En ineens dacht ik, het was een soort gouden ingeving, dacht ik van nou zou dat het zijn. Hallo jongens. Hey, goedendag. Chat GPT. Je bent er een bekend mee, denk ik? Ja, zeker. Ja. Ik gebruik het zelf ook wel eens. Uh... Okay. En, en waarvoor dan? Nou ja, werkstukken waar je veel woorden moet schrijven en geen zin hebt of geen tijd hebt om het te doen. Oh, echt voor onderwijsdoeleinden? Uh, waar je geen cijfers voor krijgt, ja. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Meer kan ik er niet over zeggen. Dat is heel slim om het op deze manier ja, even te verwoorden. Ja. Je kan zelfs intikken met hoeveel woorden je het wil hebben. Ja. En uh, wat erin moet staan. En dan... Uh, Twee, drie minuten. Ze moesten een literaire uiteenzetting uh, schrijven, dus een, uh, ja. een informatief stuk over hun laatst gelezen literaire werk. Juist. En uh, dan op een gegeven moment zie je allerlei uh, nou ja, stukken binnenkomen waarvan jij denkt: ja, dit is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Ja, er was uh, een zin in een uh, uh, uiteenzetting van een leerling. Die had het uh, diner gelezen van Herman Koch. Mm -hmm. En uh, die schreef zin als... Uh, het gekozen ik-perspectief creëert een intieme band met het hoofdpersonage. En toen dacht ik, zo, dat is een uh, mooie zin voor iemand ja. uit 4 havo, Maar komt waarschijnlijk niet uit haar eigen koker. Ja, misschien is ze wel hartstikke intelligent. Ja, dat zeker. Dat sowieso. Uh, <laughs> en ze heeft ook heel goed uh, les gekregen, heel goed Nederlands. Dus. Maar dit uh, had ik toch niet van haar uh, verwacht. Ja, dan heb je eigenlijk geen bewijs dat dit zo is, toch? Nee, dus dan moet je een beetje bluffen. Hoe bedoel je? Uh, dus ik heb tegen de leerlingen gezegd: van, Nou, dit uh, ga ik niet becijferen als jullie dit uh, door software laten genereren. Dus uh, we gaan dit opnieuw doen. En toen zeiden de leerlingen: van... Ja, maar mevrouw, het was ook uh, een moeilijke opdracht en uh, we hebben het ook zo druk. Maar ik ontkende uh, eigenlijk. Yes. Toen dacht jij, heb eens. Ja. ja. De docenten, hebben die het door al of nog helemaal niet? Nou, die zijn vaak iets ouder en weten wat minder van technologie af. Dus, dus nee? Hebben, eigenlijk niet, nee. Ik denk dat soms de manier hoe, hoe, je, hoe je testen, proefwerken moet maken... het wel een beetje in de hand werkt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... naar je moet een essay schrijven in met, met, met zoveel woorden, exact zoveel woorden... dan heb je bijvoorbeeld, iemand kan iets heel goed schrijven... Maar hij heeft meer, meer woorden nodig. Word je op afgerekend, krijg je strafpunten. Terwijl het misschien wel tien keer beter is dan wat een ander doet. En dan is dit ook wel een lekker hulpmiddel. Ja, geweldig toch? Ja. ja. Ik vind het echt een briljant filmpje. Het laat perfect het fraude zien zien. De presentator die begon al door te zeggen, uh, ja, ze worden ontmaskerd woordgebruik gaat richting het fraude-narratief. Ja. De docent zegt ook uh, gelijk allemaal dingen als uh, dat ze meteen uit kon pikken... en dat het niet mag, dat soort zaken. Um, die leerlingen, die zie je een beetje grinniken zo van... ja, ja, nou, ik weet wel, ik, ik, ik leid ze wel om de tuin. Um, ik denk inderdaad dat je heel, een mooi, heel mooi punt aansnijdt... namelijk dat de manier waarop we onze toetsing inrichten... met sterke focus op het eindresultaat en een sterke focus op cijfers... dat dat bepaald soort gedrag in de hand werkt... Als dan dan de weg van de minste weerstand is om zo hoog mogelijk door die hoepel te springen, ja, waarom niet? Um, en dat is zonde. En ik denk dat je kunt de focus dan misschien beter verschuiven naar het proces er naartoe, de weg er naartoe. Waarin ik niet zeg dat je het eindresultaat niet meer mag beoordelen, maar ik denk dat we ook moeten gaan kijken naar die tussenstappen. En dat is iets wat eigenlijk de laatste jaren sowieso... in heel het onderwijs steeds belangrijker is geworden. Dat formatieve evaluatie noem je dat dan in, vak, in vaktermen. Waarbij je eigenlijk veel meer gaat kijken naar um, ja, de groei en de ontwikkeling... die een leerling of student doormaakt. En dan op verschillende punten feedback gaat geven, met elkaar gaat bespreken. En op zo um, bij zo'n aanpak speelt AI eigenlijk helemaal niet zo'n hele bedreigende rol. Maar een beetje toewerkend naar het einde van deze podcast... Wat zijn dan de positieve punten hoe we AI kunnen gebruiken in het onderwijs, zonder dat dat ja, uh, fraude in de hand werkt? Ja, ja kijk, AI is echt een, een, een tweesnijdend zwaard, want het brengt enorme nare dingen met zich mee. Zoals? Zoals, uh, je kunt nu bijvoorbeeld deepfakes maken van je medescholieren naakt. Ja. Dus je, en dat kun je verspreiden. Als jij een keer een klasgenoot even een, een, een loer wil draaien, heeft nogal negatieve consequenties. Maar is dat, heeft dat iets met onder, onderwijs te maken of is dat inherent nee, aan? Nee, maar dat kan op een school gebeuren. Dat uh -huh. kan, uh, en dat, dat is desastreus voor een, voor een kind op een school in die periode. En waarom zeg ik dit? Ik zeg dit: omdat we dus niet alleen moeten nadenken over ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat. Uh, de toetsen die verstoord worden door AI nog steeds uh, authenticiteit waarborgen en integriteit waarborgen. Ik denk ook dat we moeten lesgeven over AI. Wat nu in de wereld er is: misinformatie, ja. deepfakes, um, gekloonde stemmen, waar we het net over hadden. Je wordt ermee geconfronteerd. Algoritmes op, op je YouTube en je TikTok, uh, die je TikTok-dieet uh, aanpassen. Um, ga zo maar door. Dus ik denk dat we een verantwoordelijkheid hebben om ook les te geven over AI. Laat staan dat we als leraren nu ook met AI kunnen digitaliseren. Dus dat we ons onderwijs kunnen verrijken met hulp van, van die technologie. Maar ook daar om weer terug te komen op wat ik eerder zei, uh, daar, moeten, daar moeten we wel aan die randvoorwaarden voldoen. Want anders gaat AI vooral negatieve dingen met zich meebrengen. Met alle gevolgen van dien. En daarom ben ik heel blij dat ik nu heel veel scholen beleid zie maken, ruimte voor pilots zie, zie ontwikkelen. En gelukkig ook scholen die dus met leerlingen in gesprek gaan. Een mooi voorbeeld van mijn co-auteur Tijmens Sprakel. We hebben een boek geschreven over AI, chatten met Napoleon. Hij is VO-docent en hij merkte op een gegeven moment ook, net zoals deze docent in het filmpje, dat zijn leerlingen met AI bezig waren. En in plaats van te zeggen, foei, dat mag niet, heeft hij het op het scherm opengezet en is hij gewoon het gesprek aangegaan met zijn leerlingen. En gezegd van, nou weet je wat, laten we het nu eens bij alles wat we doen gewoon proberen. En met elkaar erover hebben, waar loop je tegenaan? Waar, uh, wat vind je ervan? Hoe ervaar je dat? Dan ga je van een fraude narratief naar een vertrouwen narratief. En dat kun je ook doen rondom smartphones. Dat kun je doen om, rondom afleiding, social media. Laten we dat taboe eens doorbreken. En veel meer die leerlingen en studenten als partners gaan zien. En niet als consumenten van ons onderwijs Dus haal de stigmatisering ervan af. Ja, Gooi, het open, Gooi het open, de ja. discussie. Ja, absoluut. Ja. Ja, en een en laatste wat ik nog echt nog wil benadrukken is dat we technologie niet alleen moeten zien als digitalisering en kunstmatige intelligentie. De technologie gaat ook om hoe we de klas inrichten, waar de tafels en stoelen staan, de kleuren op de, op de muur. Uh, zelfs taal is eigenlijk een vorm van technologie. Dus um, sta je niet blind op digitalisering, maar ben je er wel bewust van. En sommige digitalisering, zoals AI, is zo disruptief dat het ons dwingt om, om actie te ondernemen. En waar heb je het dan over? Wat is dan zo, zo disruptief? Nou, wat er zo disruptief dan is, is wat je net in het filmpje zag. Leerlingen zijn nu hun huiswerk opdrachten met AI aan het maken. Hoe kunnen we dan nog iets zeggen over wat ze geleerd hebben? Als zij een perfect geschreven essay inleveren... ik weet niet hoe het tot stand is gekomen. Ik weet niet of ze dat straks ook zonder AI kunnen. En dan moeten we onszelf de vraag stellen... moeten ze het zonder AI kunnen? En in sommige gevallen is het antwoord ja. In sommige gevallen is het antwoord misschien nee. Maar hoe dan ook... We moeten onszelf die vraag stellen en teruggaan naar de tekentafel. Ja, want ik denk dat AI een, een hulpmiddel is. Wat je op allerlei verschillende manieren kunt inzetten, ook ten goede. Ja. En wat, onder, wat het onderdeel van het onderwijs zou moeten zijn. Hoe je daarmee moet omgaan. En ik denk dat daar uh, ja, misschien moeten we wel in plaats van het informatica vak. Waar, waar overigens nog steeds geleerd wordt HTML-pagina's te maken. Nou, dat deed ik 30 jaar geleden met mijn eerste website. Ja. Niks veranderd. Ik, ik verbaas me ja. erover hoor. Dan moeten ze een websiteje bouwen. Dan denk ik: wat is dit nou, jongens? Ja. We, zijn, we zijn 30 jaar verder en nog steeds dit. En die docenten, informatica, ga je eens meer verdiepen in AI in plaats van je vast te houden in deze oude technologie. Eens. En er zijn gelukkig prachtige voorbeelden waar dat gebeurt zelfs al vanaf de kleuterklas en dat je dus gewoon al een, een, een prentenboek kunt behandelen over misinformatie of over computationeel denken en daar begint dus al die digitale geletterdheid en waarin het dus niet gaat om allemaal een digitaal device door de strot te duwen maar om te leren dat je een digitale identiteit hebt dat we leven in een tijdperk waarin allemaal overheidsdiensten gedigitaliseerd zijn daar moet je je in kunnen redden dat brengt ook een emotioneel aspect met zich mee een prachtig voorbeeld van uh, van een onderzoeker bij de Universiteit Groningen, als ik me niet vergis. Die uh, vertelde me eens, die, die deed onderzoek naar digitale geletterdheid. En die had een voorbeeld waarin een leerling een toets moest maken op een laptop. Maar die leerling had nog nooit met een touchpad gewerkt. Aha. En die kreeg in één keer die laptop voor zijn neus. En die liep helemaal vast, tot frustratie uh, uh, aan toe. En die, de, wat, wat hij mij daar, daarover leerde en zei was... we moeten ook niet vergeten dat omgaan met digitale dingen... Een emotionele aspecten met zich meedraagt. Het kan soms heel eng zijn. Mijn moeder heeft dat bijvoorbeeld, die is bang dat als ze een verkeerd knopje op de computer indrukt dat de computer ontploft. Zou kunnen. Nou ja. Ik heb nog nooit een uh, gelezen over een ontploffende computer, omdat je een verkeerd. Niet een knopje, knop. maar wel een batterij bijvoorbeeld. <laughs> nee, dat is waar, dat ja. is waar. Nee, maar het punt is dat, dat ik denk dus dat digitale geletterdheid wordt heel vaak te instrumenteel technisch benaderd. Ja. Het gaat alleen maar over de knoppencursus in, in je Word processen. Het, eh, maar dat is eigenlijk helemaal niet het belangrijkste. Het belangrijkste zit veel meer op, op de ethiek van technologie. Het zit veel meer op, op, op de reflectie, over je eigen. Uh, afdruk in de digitale wereld. Privacy. Als maar maar ja, precies dat ook. Maar, maar ook, ook leren van, van wat is AI dan? Hoe werkt ja. het? Hoe leert dat systeem dan? En waar baseert hij zijn, zijn output op? Als je dat weet, ja. dan, 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 dan kun je ermee de toekomst in. Helemaal mee eens. De, 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 je kunt alleen maar de grenzen van die systemen leren kennen als je daarmee gaat werken. Precies. En daarom vind ik het bijna onethisch als wij onze leerlingen en studenten daar niet toe opleiden. Ik, de, de wereld Vraagt erom. Dus ik vind dat we die verantwoordelijkheid uh, moeten pakken. Dus ik vind ik een heel mooie afsluiting. Ja. Dank je education. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.